How about if I cook us a dinner tonight? Grandma means some nice takeout. Oh, funny. You got my number. All right. And call me Omi, hon. Omi. Well, okay. If you want to cook for the children, it's fine with me, but I won't be there. Waar ben je dan? Met papa. Hey liefje. Ja, ik loop je tegemoet. Doei. Bye, Omi. What will you and Martijn be doing? Don't know yet. You're going to be talking about the divorce? Don't act as if you don't know anything. There's an opening. It's small, but it's there. Is that great? Yeah. Is it wise? I know you think I should move on, but I want to give this another chance. I know how disturbed you are by changes, by chaos, movement. I think it's easier to break up than to try again. Don't do it to yourself. I mean, you both of you have outgrown each other. I'm sorry if this sounds harsh to you, but what do you know about relationships besides what they are like in theory? Dear, I don't think that I'm a moron when it comes to men. No, but you are when it comes to long-term relationships. Goedemorgen. Nou, een meisje overkomen. De moeder van Irene was hier. Dat mens, dat spoort echt niet. Wat wilde ze? Mij aan Martijn koppelen. Om te voorkomen dat hij en Irene weer bij elkaar komen. Dan val je even van stil, hè? Dat is briljant. Ja, dat is toch een geweldig plan. En het is ook niet overbodig, want ze draaien weer om elkaar heen. Maak je een grapje? Waar zie jij mij voor aan? Je vond het toch ook een geweldig plan dat ik Irene het hof zou maken? Ja, maar jij walgt niet van haar. Nee, dat niet. Maar het zou nooit bij me opkomen om iets met haar te beginnen. Ach, schijn het toch uit. Je was toch ooit helemaal in de ban van haar, toen je nog in therapie was? Ik was onder de indruk van haar professionaliteit. Oh, heet dat zo tegenwoordig. Huis is. Zij is niet verantwoordelijk voor Nina's handicap. Hij wel. En je kan niet van mij verwachten dat ik het met hem aanleg. Dat kan ik wel. Denk intussen maar aan het glorieuze moment waarop je hem kunt dumpen.